Beste YouTube-kijkers en volgers, we zitten in de catacombe van de Hublot-stand op Baselworld 2019. En we hebben een hele nieuwe kast te pakken. Die hebben ze eigenlijk binnen de Classic Fusion-lijn gemaakt. In samenwerking met Ferrari is dat al sinds enige tijd. Maar de kast van het uurwerk is totaal nieuw. Er zit een soort, ja, ik weet niet of je dat kan zien, maar je kan het doorheen kijken. Het is gemonteerd in een buitenring. Het is het eigen Unico uurwerk. De prijsklasse van de titanium tot en met de rosé gouden is tussen de 21.000 en 38.000 euro. De middelste is trouwens een 3D carbon kast. Waar Hublot eigenlijk, Hublot is met name bekend door het spelen met materialen. 3D carbon is in dit geval veel breder verweven materiaal, waardoor het een hogere dichtheid heeft en ook een hogere sterkte. Ja, de kast nogmaals is helemaal nieuw. Hij zit wel binnen de Classic Fusion lijn. Het is de eerste keer dat Hublot een horloge maakt voor de Ferrari GT lijn. En daarvoor was het altijd samen met de Scuderia, dus de Formule 1 kant van Ferrari, de racing kant. En nu ook met de straatauto's van Ferrari. Het is een flyback chronograaf columnwiel uurwerk. Dat is het eigen Unico uurwerk wat ze tot nu toe niet in de Classic Fusion kast hebben gebruikt. Dat doen ze nu wel. Drie edities, titanium, 3D carbon en rosé goud. Een ander uurwerk wat eigenlijk wel heel bijzonder is, is in samenwerking met Italian Design. Italian Independence heet die club. Daar zit Lapo Elkan onder andere bij, een hele bekende Italiaan. Dat is deze Big Bang. Die heeft op de bezel teakhout. Echt heel grappig. Dat is eigenlijk wat je op een dek van een schip verwacht. Daar hebben ze nu dus een lunet van gemaakt. De band is met Kevlar versterkt. En je krijgt er ook precies dezelfde zonnebril bij. Heel grappig. Maar wel 24.000 euro. Bedankt voor het kijken naar deze Hublot Baselworld nieuwtjes. Vergeet u niet te abonneren op ons kanaal, dat kan op de knop. En een duimpje zouden we super tof vinden.